Vandaag op het menu een cryptomarkt update. We gaan weer eens kijken naar de Bitcoin. Dogecoin komt aan bod. Dat is ook bijzonder voor mijn kanaal. En nog een klein beetje Ethereum. Even kijken gewoon naar Bitcoin, hoe we ervoor staan en wat ik verwacht van de komende weken. Dat in deze video. Hey, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en als je nieuw bent op dit kanaal, deel ik alles omtrent cryptocurrencies. Denk aan traden, investeren, maar ook crypto nieuws zoals dit soort video's. Dus als je dat nou tof vindt, klik dan eventjes op die like knop. Vergeet ook even niet te abonneren. Zou ik heel erg waarderen en deel de video eventjes. Ondanks dat ik momenteel ontzettende koppijn heb, zie je misschien wel aan mijn ogen, dacht ik toch eventjes een video te gaan maken, want ja, er is er wat nieuws uit en ik hou jullie graag op de hoogte en bovendien vind ik het natuurlijk altijd leuk om te doen. Dus waardeer je dat, klik even heel die like knop kapot alsjeblieft. Verder in de beschrijving vind je nog een aantal dingetjes, denk aan een gratis Discord chat, betaalde, gratis Crypto Gems video, maar ook mijn Cryptonite cursus. Dus wil je nou meer leren omtrent crypto, denk aan traden, maar investeren ook, of gewoon kennis maken met de crypto wereld. Alles zit in deze cursus, heb ik ingestopt, mijn kennis. Dus als dat je tof lijkt, check dan eventjes de linkjes in de beschrijving. Eén laatste dingetje is, als je Instagram hebt, volg me daar eventjes. Vind ik altijd leuk, ben ik elke dag wel actief op. Deel ook wat dingetjes omtrent crypto, soms wat memes. Is gewoon leuk als je Insta hebt. Volg me eventjes, @cornemarchand, en een linkje vind je ook in de beschrijving. Alright, we gaan gewoon gelijk even naar de Bitcoin kijken. En ik pak graag de 4 uur grafiek er altijd bij. Waarom? Hier kan ik het beste patroon op tekenen en ontdekken, om zo maar te zeggen. Ik teken alle patronen altijd met de lijngrafiek, omdat je hier dan alleen eigenlijk de closing prices ziet. Dus je hebt natuurlijk die wicks die je overal op ziet, maar die wicks die geven alleen aan dat de prijs zo is geweest op de timeframe, dus in die 4 uur. Maar uiteindelijk is die gesloten voor een prijs van, nou in dit geval 37.140, zoiets. Dus die prijs is het geweest in de timeframe, maar hij is daar eigenlijk niet op gesloten. Dus dat zegt verder eigenlijk niet zoveel. Als je dan dus die lijngrafiek aanklikt, zie je ook dat die hele lijn hier weg is. Dus je ziet alleen de closing prices en daar kan je het beste patronen op tekenen. Dus ik heb hier op de Bitcoin chart, zie je de symmetrische driehoek. Heb je vast wel vaker voorbij zien komen op YouTube. Die vormt nu al een tijdje op. Hij gaat perfect eigenlijk, om zo maar te zeggen. Ik wacht eigenlijk tot hij hier weer tegen de resistance aankomt, of tegen de trendlijn van de symmetrische driehoek, dat hij weer terugbounced en daar een short trade op te plaatsen, om vervolgens vanaf hier een long te gaan zetten naar, nou ja, ik denk ergens een level van $47.000. Maar het kan ook zo zijn, het kan heel goed zo zijn dat hij naar beneden uitbreekt. We zitten tenslotte in een enorme downtrend en dit is dan eigenlijk, kan je dat zien als een continuation pattern, dus dat hij eigenlijk doorgaat met waar hij gebleven was. En dat is dus met een daling. Als hij dat zou gaan doen, dan zou je, wat sommige mensen insinueren, uitkomen ergens in de 20.000 euro's of dollars. Als we hem hier neerzetten, eventjes auto uitzetten. Ja, afhankelijk van waar die ergens uitbreekt. Maar dan komen we ergens op een level van zo'n 25.000, $26.000. Kan gebeuren. Ik denk echter niet dat het gebeurt, want je ziet dat die mooie houdt ook. En het sentiment wordt steeds weer een beetje beter in de markt. Dus het lijkt me, nogmaals, niks is zeker, dus het is zeker geen investeringsadvies, maar als die uitbreekt, dat die ook naar die $47.000 kan gaan schieten. Je ziet hier al op dit level veel prijsactie ook, dus dat die hier ergens tussen 47.000 en 44.000 kan gaan eindigen als die hieruit naar boven uitbreekt. Nogmaals, naar onder kan dus naar de $25.000. En het is echt, het is om het even te zien wat er nu gaat gebeuren. Ja, een tweetje van een Elon of ander nieuws, positief of negatief, kan ervoor zorgen dat hij dus of naar boven of naar beneden gaat uitbreken. En dan weet je ongeveer die prijstargets waar ik op let. Maar goed, ik ben hier dus tussen die symmetrische driehoek ook aan het traden. Gewoon kleine shortjes aan plaatsen en weer long om wat, ja, wat extra geld mee te pakken. De markt is heel volatiel, dus pas hiermee op. Dat is ook waarom ik niet graag nu die trade alerts plaats, omdat ja, je bent er niet zeker van. Je bent sowieso nooit zeker in de crypto wereld en in het traden van of wat je doet ook gaat, goed gaat uitpakken. En zeker in dit soort tijden niet, waar die toch ineens weer ja, de verkeerde kant op kan gaan schieten. Goed, dat was dus eventjes de Bitcoin. Je ziet dat die overal mooi opvormt, ook op de daggrafiek. Dus het patroon is heel sterk. Het is dus alleen nog maar zien waar die nu naartoe uit gaat breken. Prijstarget van ongeveer $25.000 of tussen de $44.000 en de $47.000.
Ik wil je nog wat nieuwsartikelen laten zien. Dit was gewoon eventjes de marktupdate. Je ziet dat die verder vrij, nou, dat het vrij saai is. Hij consolideert dus een beetje. Hij gaat wat percent omhoog, percent omlaag. En dat zie je ook eigenlijk bij alle andere altcoins. Dit bericht van Crypto Insiders is ook wel top. Maakt Bitcoin zich op voor grote volatiliteit? Analist waarschuwt zijn volgers. Nou, dit is een beetje, sluit goed aan op wat ik je net heb verteld. Iedereen die in de loop van 2020 voor het eerst in crypto is gestapt, en dit is ook een mooie, is behoorlijk verwend. De Bitcoin koers brak zijn toenmalig all-time high bij $20.000, waarna record na record verbroken werd. En toch blijven mensen altijd maar klagen als die met een x percentage zakt in dit soort tijden. De afgelopen dagen is het echter saai op de markt. Precies, hij consolideert, hij is dat symmetrische driehoek aan het opvormen. En de vraag die hij dan stelt is dit de stilte voor een nieuwe storm? Dat kan, en maar welke kant gaat die storm dan op? De bekende analist Lark Davis waarschuwt voor zijn 360.000 volgers op Twitter dat er mogelijk aan het einde van de week vuurwerk kan komen. Nou, einde van de week, als we teruggaan, klopt dat ongeveer. Hier tussen de 4 en de 6 juni, misschien begin volgende week, einde deze week in ieder geval. Op de dagelijkse grafiek vormt Bitcoin namelijk een symmetrische driehoek, een consolidatiepatroon. Dit patroon is te herkennen dat de koers steeds lagere highs, maar hogere lows vormt. Dit toont aan dat er een zekere vorm van evenwicht op de markt bestaat, iets wat nooit lang stand houdt. Dus je ziet dus nu dat hij consolideert. En dat hij zometeen een kant moet gaan kiezen, zoals ik eigenlijk net al verteld had. Als we gaan kijken naar plan B, dat is van het stock-to-flow model, zie je wat hij hier ook zegt. Second bounce of the lower band of stock-to-flow model will stock-to-flow break, or will this turn out to be an excellent buy signal? I know multiple hedge funds that actually made this trade, Bitcoin, stock-to-flow, Cointegration, despite that we can formally use Cointegration test because stock-to-flow ratio isn't random. Je ziet hier dus die stock-to-flow ratio en dat hij eigenlijk hier altijd tussen die banden in blijft treden. Hij is hier een klein stukje eruit geschoten, toch weer teruggegaan langs die lijn. Je ziet dat hij hier nu mooi op bounced. De laatste keer dat dit gebeurde was hier, daarna schoot hij omhoog. Hier heeft hij dat ook weer gedaan. Dus is dit het perfecte instapmoment? Je weet het niet. Hij breekt bijna nooit, dus je zou kunnen zeggen dat het een heel sterk koopsignaal is. Bounce die inderdaad terug, dan kan Bitcoin zo gaan koers gaan zetten richting die $100.000. En dan, ja, weet je, trekken die altcoins mee. En dan krijgen we die tweede golf van de bull market erachteraan geknald. Ik hoop dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat dat er eerder in zit als een bear market. Ik kan natuurlijk niet ontkennen dat we nu heel lang in een downtrend zitten. Of een mini bear market, noem het hoe je het wil. Maar ik denk zeker dat die tweede golf, en dit is wel een positieve tweede golf en niet een je weet vanzelf wel hoeveel golven we inmiddels hebben gehad van slecht nieuws. Maar in ieder geval, dit gaat dan waarschijnlijk een goede golf zijn. Nou, nog een artikel. Big rise in financial advisors adding crypto assets to client portfolios. Hier heb ik het eerder over gehad dat ze dit wilden gaan doen. En nu is het daadwerkelijk ook uitgekomen. More than a quarter of our financial advisors intend to recommend crypto investments over the next year. Dus heel veel grote investeerders, beleggers, die hebben altijd financieel adviseurs. Waren vaak wat van de oude garde, maar nu zie je ze allemaal een beetje switchen naar toch ook crypto en Bitcoin opnemen in het portfolio. En dat is natuurlijk heel groot voor de acceptatie van Bitcoin en van de rest van crypto. Want als miljoenen beleggers ingaan, komt er veel meer geld van allerlei andere markten en van die investeerders in de cryptowereld terecht. Now, according to a survey, financial advisors are recommending investments in Bitcoin and crypto assets to their clients more than ever before. Dus ze zijn nu steeds meer crypto aan het aanbevelen bij de cliënten die ze krijgen, die financiële adviseurs. A report by the Financial Planning Association released on June 1 has taken a look at the changing attitudes towards crypto assets. The 2021 Trends in Investing Survey revealed that more financial advisors than ever are recommending their clients some crypto in their portfolios. Dus ze zijn heel hard bezig, al die financiële adviseurs, om crypto te adviseren aan mensen die hun centjes willen gaan beleggen allemaal. Waarom? Omdat die rendementen heel hoog zijn en daarnaast ook omdat zojuist vanuit die cliënten weer ontzettend veel vragen krijgen over crypto. Is dat nou goed? Moeten we hier instappen? Etcetera. Dus dat zorgt ervoor dat, de aandacht van die financiële adviseurs ook op crypto gelegd wordt. En dan komen ze er ook achter van ja, er zijn wel enorme returns op. Volatiliteit is heel erg hoog. Dat is een beetje de reden geweest waarom veel van die grote beleggers nooit ingestapt zijn.
veel onzekerheid. Maar dat lijkt ze nu een beetje aan de kant te zetten, aan de kant te schuiven, omdat ze toch zien dat meer grote bedrijven, instituten allemaal overstag gaan en de crypto instappen. En ze willen de boot gewoon niet missen. More than a quarter, 62% of advisors indicated in a 2021 survey that they plan to increase their use recommendation of cryptocurrencies over the next 12 months. Clients appear to be less concerned with market volatility, wat ik dus net zei. Cliënten zijn minder, vinden de marktvolatiliteit nu minder belangrijk dit jaar in vergelijking met het vorige jaar. More than half or 52% of financial advisors stated that their clients inquired about volatility over the past 6 months compared to 76% for the previous year. Dus dit jaar 52% die toch wat vragen hadden over de volatiliteit, hoe dat nou zit. En vorig jaar was het 76%, dus dat daalt echt drastisch. Investors may be drawn to crypto assets as a hedge against inflation. Dat zie je nu heel erg hè, in Amerika, ook overal ter wereld. Die geldprinters die staan volle toelen te draaien. De inflatie is hier en die wordt alleen nog maar groter. En Bitcoin en crypto is een asset wat inflatie tegengaat. Dus dat zorgt er ook voor dat toch die beleggers richting die crypto getrokken worden en eigenlijk wel moeten. Curiosity and demand from clients are driving financial advisors' interest in crypto. Dus het wordt alleen maar groter. Dit is positief nieuws voor crypto en de cryptowereld. En nu had ik het even beloofd, een klein stukje Dodge. Ik heb echt een hekel aan Dodge. Ik vind het helemaal niks, deze memecoin. Maar goed, er zijn mensen die er wel in investeren en dit nieuws wil ik met je delen. Much hype, memecoin Dodge set for listing on Coinbase Pro. Dus Dogecoin wordt gelist op Coinbase Pro. Dat is natuurlijk groot. Veel meer mensen kunnen nu Dogecoin gaan kopen. Het is officieel. Daardoor heeft Dodge ook weer een stijging in de prijs gezien. Dus ja, de acceptatie kan hiermee ook weer groter worden. En ze bereiken hiermee een groter publiek. Dus ook Dogecoin gaat nu nog steeds goed, maar ik blijf altijd met die vraag zitten, hoe lang gaat dit nog goed? En als laatste, Ethereum. Even Vitalik Buterin, dat is dus de grondlegger, de maker van Ethereum, is surprised at just how long ETH2 is taking. Dus we weten allemaal denk ik inmiddels dat Ethereum 2.0 in de maak is. Ze gaan over van proces en dit duurt ontzettend lang en het blijkt nog veel langer te gaan duren. We thought it would take 1 year to do the proof of stake, but it actually takes 6 years. If you are doing a complex thing that you think will take a while, it's actually very likely to take a lot more time. Buterin stated that Ethereum 2.0 will be able to have the kind of scalability that the large scale enterprise application expect when rollups and sharding are combined. However, that is not likely to occur until late 2022 as per the latest roadmap estimates. Dus in de roadmap staat nu laat 2022 dat dit allemaal uitgerold is. According to ETH2 roadmap, the two chains will merge or dock in late 2021 or early 2022. According to the official documentation which states. Dus ze gaan dus de proof of work Ethereum blockchain, dat is het huidige blockchain van Ethereum. Gebruikt ontzettend veel energie, evenveel als de stad Hongkong, volgens DigiEconomist, nou ik weet niet precies wat dat is. Comparatively, the new proof of stake network, dus we gaan van de proof of work over op proof of stake. The new proof of stake network will use around 99.95% less energy, dus een stuk minder. En dat is natuurlijk voordelig voor de hele crypto wereld, maar ook voor Ethereum en voor andere investeerders en beleggers die dan in Ethereum gaan stappen. Alright, dit was even een marktupdate hoe we ervoor staan. Einde van de week, begin deze week gaat er dus weer wat gebeuren wat betreft de markt. Of we gaan omhoog of we gaan weer een stuk naar beneden. Maar in ieder geval, zorg dat je je riemen goed vastzet, want we gaan dingen meemaken en doen. En ik hoop dat het naar de bovenkant is. Gaat die naar onder, dat kan heel goed gebeuren. Dan is het nog steeds denk ik geen bear market, dan gaat hij daar bodem zoeken. Ik denk dat hij nu hier bodem heeft gevonden en dat hij vanaf hier weer naar boven gaat. Het zou kunnen dat hij nog lager gaat en ergens rond die $25.000 die bodem gaat zoeken om vervolgens vanaf daar weer door te gaan knallen. Dus het is nog even spannend deze weken. Hopelijk kan ik je met mijn video's goed informeren, een beetje geruststellen. En dat was het eigenlijk wel. Bedankt voor het kijken van deze video. Ik waardeer het heel erg. Like eventjes, deel de video eventjes en klik even op abonneren als je dat niet gedaan hebt. En ik zie je weer terug in de volgende video. Adios.